concur. Better now. Yes, better. 30 seconds until minions spawn. Nee, maar je betaalt 50% van wat je daar bij rijden betaalt. 50% van die prijzen, zeg maar. Ja, dat is riot kosten. Accurate, like a metronome. Gewoon pure riot kosten. Minions. Waarom heb jij eentje gezien aan die gekomen was? From my mind nee. To yours. Maar wel vergelijkbaar. Niet precies die natuurlijk, want Riot heeft dat gekopieerd, zeg maar, dat model, die modellen, maar... Nou, dan maak je er zelf een. Zo'n ding niet. Dan maak je er zelf een, en dan koop ik er eentje van jou. Is een motvlinder die weggaat? Weg! Het is een motvlinder, ik heb ook allemaal van die motten in mijn kamer. Ja, die vlinders moeten weg. Die doen niks. Die zitten voor mijn beeldscherm zitten te vliegen en te doen. Oh, daar heb ik geen last van. Die versteden mijn hamer gewoon. Ja, maar ze weten dat jij een heel bitch bent. Ze krijgen dat. Die denken zo, die weten zo van, Johan die is zo fucking shit, als ze voor zijn beeld vliegen, daar kan hij niet nog shitter van worden. Ik moet één keer flashen en mij naar Jenkins kicken. Ik zal ze gaan gewoon hoor. Nou, als je maar niet in het turret range staat, dan je weet wat er daar gebeurt. Dat is mij ook vaak genoeg overkomen. Nou, daar gaat er weer iemand de turret in. Ik snap dat niet. Die krab die hoort toch altijd met 800 HP te beginnen? Ja. Ja, maar hij spant zo vaak met 1060 HP. Oh ja? Ja. Ik dacht dat altijd, dan ben je te laat of zo. Ik dacht dat hij altijd, dat hij spaant er wel met meer dan. Freedom baby. Ik weet niet hoe het met de poppetjes zit, maar Riot vraagt voor zo'n t-shirt echt niet een onredelijke prijs. Ik bedoel, er zijn veel meer, heel veel andere sites die er echt veel meer voor zouden vragen. Waarom is hij... Headshot. Ik kijk niet bij. Flash,
Als je die basic attack van Grace niet goed doet, dan doe je er zo weinig damage mee. Je doet, als je minder, je schiet iets van 5 kogels of zo. Je schiet 4 kogels, maar je doet 75 damage met 1 kogel, 100% met 2, 125 met 3 en 150 met 4. Ik weet niet of je überhaupt met 4 kan raken, maar als je dus maar 1 van de 4 raakt dan. Oh, is het soms een auto-attack, maar toch, hij kan gedodged worden of zo? Ja, je kan de auto-attack ook dodgen volgens mij. Nee, maar je kan deel van de auto-attack in ieder geval dodgen. 75% gebruikt dat, maar er komt dus echt een skill effect komen ermee bij dan. Nee, dat is gewoon de basic attack en als je in 2 staat dan doe je meer. Ik denk dat als ik hem daar had gevuld, dat ik dan niet had gekild. Misschien had ik hem niet gekild. Daarom is die krab ook zo kut. Om te proberen te killen met Grave. Als je dan achter hem aanrent, dan raak je zo vaak maar 1 kogel. Ja, die Buffalo die ging me naar me toe, flashen hem omhoog over en probeerde me naar de turret toe te kicken. Maar dat ging niet helemaal goed zo die dag. Buffalo heeft het gezien. Buffalo komt van achter hoor. Nee! Heb ik mijn E geleveld in plaats van de groene? Freeze baby dit. Nee, dat vind ik zoiets dat dan wil ik classic basic attack en dan flash ik hier zo over deze muur heen omdat hij er overheen springt. En dan kan ik net, dan hoef ik alleen nog een basic attack te doen waarschijnlijk en mijn ulti. Ik denk dat ik misschien wel 2 basic attacks nodig had, maar ik had in ieder geval, ik had wel een basic attack en dan willen ulten. Maar als ik hem dan basic attack, dan raak ik die boss omdat die in de weg staan. Dat is wel heel irritant met deze champion. Hij gaat toch niet serieus iemand zitten flamen omdat hij plaat in hem is, dat weet je toch niet serieus. Wat doet hij nou? Hij kan toch gewoon ulten? Oh, waarom heeft Brand de Blue nou niet? Hoe kan hij hem nou hebben laten stelen?
vol zijn en we komen daven. Hoe krijg ik dan ook nog extra gold voor of niet? Weg is het wel in totaal. Ja, nou ja, ja. Ik ben eng. Shen, weet je wat die Shen die zei? Dead pathetic platinum top. Maar Trindamere is platinum 5 en Shen is gold 1. Ja. Hij vindt dat hij eerder platinum 5 moet zijn. Of zo. Wat gebeurt er op top? Het is al een level 7 trainer meer. From my mind to yours. Wat doet die brand in godsnaam? Hij blijft gewoon in... Hij... Nou, doe even heen. Ik denk nog even ulten, maar dat had nog geen zin meer.
mighty mad. Hey, but look at this bank rock here. Niet die van mij! Hey, dat is echt zo shen dan. Op een gegeven moment dan is het net zo van... Wow man! Look, I'm Paltinium! I'm go play me best noob champ! Best noob main champ versus God 5! Hey look man, I'm Paltinium! Ja, dat is wel echt een van de mooiste zinnen die ik hier gelezen heb. I'm go play me best noob main champ! And you are Paltinium? Maar wat de hel, die Shen is toch Gold 5? 1. Nee, je zegt het verkeerd. Het is Paltinium. Nee! Fuck, ik heb gesplashed een ult. Wat moeten we met die dragon?
Drago. Unstoppable. Hoezo hebben ze een klap 2? Waar halen ze de godsnaam vandaan? Dat valt helemaal nergens. Ik weet niet waar ze nog steeds vandaan zijn, maar dit is echt... misschien de vorige season of zo. Oh ja, van mij zeker. Sorry. Nee, ik ben denk ik ook dicht. Ja, maar zij vinden dat niet. Oh ja, ja. Wat willen ze nu nog gaan doen? Dit defenden? Ja, wat ga je doen? Trainer heeft teleport. Ja, ze gaan dit niet defenden. Channel. Ik had het in een meter.